Goedendag, je kijkt naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Het belooft vandaag een zeer warme oktoberdag te worden, maar wel een dag met veel bewolking. De satellietfoto laat al zien dat we geheel onder een bewolkendek liggen, maar het zijn wel vaak hoge, dunne wolken waar de zon van tijd tot tijd doorheen komt. De meeste zonneschijn vanochtend al in het zuidoosten, langs de Noordkust is nog een spatje mogelijk, maar ook daar eigenlijk gewoon droog weer. Vanmiddag wordt de bewolking wat dunner, zien we de zon dus wat vaker schijnen, en dan loopt de temperatuur op naar 20 graden in het noorden en naar 22 of 23 graden in het zuiden. het is een stevige zuidelijke wind en die is de hele dag aanwezig, ook vanavond nog. Verder is het vanavond droog en de temperatuur daalt naar 17 graden. Komende nacht kan er in het noordwesten wat regen vallen en ook morgen overdag zien we de meeste wolken in het noorden en westen en daar is kans op regen. Later op de dag trekt het langzaam het land in. In het zuidoosten blijft de zon nog enige tijd aanwezig. Daar nou worden het 22 graden. Vanaf maandag krijgen we totaal ander weer. De warme lucht is verdreven. Maandag gaat er in de loop van de dag regen vallen. En het wordt zo'n 15 graden. Dinsdag wordt een zeer onstuimige dag. Opnieuw met regen en een fors toenemende wind. En ook woensdag moeten we het doen met lage temperaturen. 12 graden maar liefst. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl